De afgelopen 3 dagen in de AEX-index waren ronduit teleurstellend. Want waar we eigenlijk een daling verwachten en die ook eigenlijk hoogst noodzakelijk vonden om dicht bij dat maandslot van de maand mei uit te komen, op die 709 punten, ja, consolideerde de koers eigenlijk. En ja, bleef het eigenlijk zijwaarts en hebben we eigenlijk nog steeds te maken met de lange termijn stijgende trend, geen verkoopsignalen. Dus ja, de vraag die ik ook moet beantwoorden van is dan ook, moet ik dan nu afscheid nemen van die korte termijn negatieve visie binnen die lange termijn stijgende trend? Nou, op voorhand kan ik het antwoord al wel geven. Dat doe ik absoluut niet. En daar heb ik goede argumenten voor. En dat gaan we in deze video weer eens bekijken. Ik begin dan ook met de uurgrafiek zoals ik die vorige week ook heb laten zien. De candlegrafiek, ook van vorige week. De dagslotkoersgrafiek. En ik sluit af met de 2-uursgrafiek. Maar om te beginnen met die uurgrafiek, daarin zien we nog eens een keer goed terug dat ja, de koers eigenlijk de afgelopen dagen alleen maar geconsolideerd heeft. Boven die horizontale steunzone die we vorige week lieten zien, rond die 7,28,5 tot 7,25. En met het laagste koers vandaag op die 7,26,85 is de koers keurig in die bandbreedte gebleven. En dat hadden we natuurlijk eigenlijk liever niet gezien. Maar de conclusie die ik hier nu moet trekken is op de korte termijn dat het eigenlijk nog steeds zijwaarts is. Tussen 725, nou zeg goed 735 punten. Ja, en dat lange termijn, zoals ik al zei, hebben we geen verkoopsignalen. Dus ja, het beeld blijft eigenlijk gematigd positief op de wat langere termijn. Als ik dan overstap naar de daggrafiek in candlesticks. Dat is de Prolonged Information die ik vorige keer ook liet zien. Opgaande weerstandslijn. De weerstandslijn ligt nu zo rond de 739 punten. Een lijn onder de dalende lijn, onder de dieptepunten van de afgelopen maanden. En de horizontale steun op die 714 punten. Nou, gisteren bereikte de koers een net hoger niveau op die 736,33 punten. Dat was net wat hoger dan die 736,07 die we eerder deze maand hebben gezien. Maar die stijging kreeg geen vervolg. En daarmee is de broader information, waarbij de bovenkant op zich circa 739 punten ligt, nog helemaal intact. En ja, zolang die niet overtuigend doorbroken is, ja, denk ik dat je gewoon nog niet al te positief moet zijn en de markt de kans moet geven om, ja, om die dalingsfase te starten en ook af te kunnen maken. Nou, de dagslotkoersgrafiek is daarin vrij hoopgevend dat dat toch gaat gebeuren. Want we hebben hier een aantal bemoedigende signalen waardoor je eigenlijk moet concluderen dat het korte termijn beeld eigenlijk zwak is. En dat zien we terug in het feit dat we hier, waar gisteren de koers nog een hoogste intraday koers bereikte van 736,33 punten, zie je juist dat de dagslotkoersgrafiek een eerste lagere top maakt op die 734,19 punten, terwijl de hoogste dagslotkoers van deze maand op 734,89 punten lag. Dus een eerste lagere top op die 734,19 punten. De tweede verzakking, en dat is die daling onder die horizontale steunlijn. Dat is een bodempje van eerder deze week op 730,86 punten. Want met de slotkoers vandaag op 729,52 punten is de koers dus onder die bodem van deze week gesloten op die 730,86 punten. Nou, dat is de tweede verzwakking. En ik vind dat hieruit dat je ook mag concluderen dat er echt koersdruk gaat komen op die AEX-index. En dat we dus echt een setup hebben om wel die lagere koersen te verwachten. Hoewel dat tijdspad, ja, dat, daar neemt de koers, of daar neemt de markt alle tijd voor. En wijkt daarbij af van wat ik eigenlijk had verwacht. Maar dat verandert daar eigenlijk aan het korte termijn beeld niet zoveel. Dus we hebben hier nu echt een setup staan met A, een lagere top op die een lagere slotkoerstop op die 734,19 punten. En ook het doorbreken van een bodem, een klein bodempje op die 730,86 punten. Nou, wat wil ik vervolgens zien? Want dit is duidelijk een setup van lagere koersen. Allereerst wil ik zien dat de koers onder die steunzone op 725 gaat breken in de uurgrafiek. Dat zou de volgende verzwakking betekenen. En als dan de volgende uurgrafiek, 2-uursgrafiek, daarbij pakken, ja, dan zou een daling onder die 725 punten tegelijkertijd ook een voortzetting van de zwakte moeten gaan betekenen.
En doorbraak, of misschien een test, dat zullen we moeten afwachten. Maar het mooiste zou zijn een doorbraak natuurlijk in die zwakke verwachting dat de koers onder dat trendkanaal, stijgende trendkanaal aan de onderkant, op die 723,50 punten gaat breken. Ja, en dan komt de weg vrij te liggen met die, naar de richting die horizontale steun op die 714 punten in het daggrafiek die ik in het tweede grafiek liet zien met die Broadening Information. Dus dat is eigenlijk de opdracht voor de markt op dit moment. We hebben echt absoluut een setup staan voor lagere koersen. Dat betekent dat ik een doorbraak wil zien in de uurgrafiek onder die 725 punten. Vervolgens ook een slot aan de onderkant van de stijgende trendkanaal op 723,50 punten. Ja, en dan komt de daling denk ik echt pas goed op stoom. 714 punten is dan de volgende halte. En als die niet houdt, en dan moet je eigenlijk wel een beetje van uitgaan. Ja, dan moeten we kijken naar de onderkant van dat brede stijgende trendkanaal in die 2-uursgrafiek. En die ligt zo rond de 700 tot 695 punten. Ja, en dat zou een heel mooi niveau zijn om daar naartoe te gaan en daar steun te gaan vinden. En daar vervolgens eens een keer te gaan opveren. En dan hebben we al een behoorlijk gedeelte van de daling gehad. En dan gaan we kijken of er nog meer in het vat zit. Nou, ik moet natuurlijk altijd een voorbehoud maken als die visie niet uit gaat komen. Ja, ik wil eigenlijk natuurlijk geen nieuwe intraday koers meer zien boven die 736,33 punten. En al helemaal geen doorbraak aan die bovenkant van die broadening formation die vandaag net iets boven die 739 punten ligt. En morgen al heel snel op 740 punten. Dus daar wil ik de koers absoluut niet boven zien. Want dat zou betekenen dat er toch een voortzetting van die stijgende trend gaat komen. Maar daar ga ik volgens nog helemaal niet meer uit. Niet vanuit. Want we hebben een goede setup in die dagslotkoersgrafiek voor een verdere daling. En we gaan in de komende dagen gaan we bekijken in hoeverre die zwakte zich gaat ontwikkelen. En dan kom ik gewoon vrijdag met de volgende stand van zaken.